Gegeven is de volgende wortelvergelijking. x tot de vijfde plus 12 is x straat wortel x. De vraag is, hoe los je deze wortelvergelijking nu precies op? Nou wortelvergelijkingen zoals deze kun je oplossen met behulp van substitutie. Maar welke substitutie pas je nu precies toe? En hoe kun je hiermee deze wortelvergelijking oplossen? Gegeven is de wortelvergelijking x tot de derde plus 3x wortel x min 4 is 0. Hierin is x tot de derde het kwadraat van x wortel x. Want bedenk... Het kwadraat van x wortel x is het kwadraat van x, dus x kwadraat, en het kwadraat van wortel x is x. En x kwadraat keer x is inderdaad x tot de derde. Dus x tot de derde kun je ook wel schrijven als x wortel x in het kwadraat. Wanneer je nu x wortel x p stelt, kun je deze vergelijking omschrijven tot de vergelijking p kwadraat plus 3p min 4 is 0. Een gelijksoortige substitutie kun je toepassen bij x tot de vijfde plus 12 is x kwadraat door x. Net zoals in de vorige vergelijking is er eenzelfde verband tussen x tot de vijfde en x kwadraat door x. Want x tot de vijfde is x kwadraat door x in het kwadraat. Wanneer je x kwadraat wortel x p stelt, krijg je de vergelijking p kwadraat plus 12 is p. Gegeven nogmaals de wortelvergelijking x tot de 5 plus 12 is x wordt door x. En hoe los je deze volgende wortelvergelijking nu precies op? Nou, je begint dus allereerst met die substitutie. x wordt door x is p en dan krijgen we dus dat x tot de 5 gelijk is aan p kwadraat en dan dus plus 12 is gelijk aan p. Nou, een vergelijking die lossen we op door eerst het rechterlid gelijk te maken aan 0. Dan krijgen we dus p kwadraat min p plus 12 is 0. Dit kunnen we heel mooi ontbinden in factoren. Namelijk met p plus 3 keer p min 4, ofwel p is min 3 of p is 4. Nou, we weten p is gelijk aan x graad wortel x, dus x graad wortel x is min 3, of x graad wortel x is gelijk aan 4. De eerste vergelijking x graad wortel x is min 3, kun je zien dat de waarde van x graad nooit negatief is. Verder weet je ook dat de waarde van wortel x nooit negatief is. Dus de vermenigvuldiging van die twee kan ook nooit negatief zijn. Maar dat betekent dus ook dat het ook nooit gelijk kan zijn aan min 3. Dat betekent dus dat x graad wortel x is min 3 heeft geen oplossingen. Dan de tweede, x graad wortel x is 4 kunnen we oplossen door het linker en het rechterlid te kwadrateren. En dan krijgen we, nou x graad wortel x gekwadrateerd is x tot de 5, dat hebben we ook al eerder gezien. En het kwadraat van 4 is gelijk aan 16. En x tot de vijfde is 16, heeft als oplossing x is de vijfde max wortel uit 16. De vraag is, is dit ook daadwerkelijk een oplossing van die oorspronkelijke vergelijking? Nou, dat kunnen we doen door het antwoord te controleren, door deze in te vullen in een eerdere vergelijking. En dan zou je kunnen zeggen, we controleren hem door in te vullen in die allereerste vergelijking. Dat kan, maar dat hoeft niet per se. Namelijk, het kwadrateren doe je bijna op het eind. En het gaat erom dat je net voor het kwadrateren hem invult en daar dus controleert. Dus je mag ook invullen in x graad wortel x is 4. En dit is vaak een makkelijkere vergelijking dan die allereerste waar je oorspronkelijk mee begon. Nou, Hoe vul je dit nu in? Dan krijg je dus x is de vijfde normaal wortel uit 16. Geef dus de vijfde normaal wortel uit 16 in het kwadraat. Keer de wortel uit de vijfde normaal wortel uit 16 is 4. En de vraag is, klopt dit of klopt dit niet? Nou, handig is om hierbij je grafische rekenmachine te gebruiken. En dan voel je in je grafische rekenmachine die vijfde normaal wortel uit 16 in. Dat gaat als volgt. Op de TI doe je dat met de math-toets en dan het math menu en dan optie 5. En op de casio doe je met shift en dan dakje. Nou, wanneer je hem invoert en vervolgens drukt op enter, dan staat hij onder ans. En dan kan je hem vervolgens met de ans knop weer oproepen. En in dat geval is het makkelijk om te controleren die 5016 kwadraat keer de wortel uit de 500 16. Namelijk simpelweg door ans kwadraat keer wortel ans en dan enter en. Je volgt uit inderdaad dat dit 4 is. Controleer het even voor jezelf. En dan weet je dus dat x is de 5 wortel uit 16, dus voldoet. Dus dit is de oplossing van deze wortelvergelijking. Dus om wortelvergelijkingen zoals deze op te lossen, bedenk je x tot de 7 is het kwadraat van x tot de derde wortel x. En met de substitutie x tot de derde wortel x is p, verandert dus dit in een kwadratische vergelijking. p kwadraat plus 2p min 8 is 0. Nou, hieruit volgt x tot de derde wortel x is onder andere min 4. En bedenk, de wortel uit x is nooit negatief, dus x is ook nooit negatief. Wat ook betekent dat x tot de derde nooit negatief is. Vermenigvuldigd kan dit nooit min 4 geven, dus deze vergelijking heeft geen oplossingen. De andere mogelijkheid, x tot de derde wortel x is 3, die los je op door middel van kwadrateren. En vervolgens controleer je weer in deze vergelijking x tot de derde wortel x is 3 of je Uitkomst ook voldoet. Dit was hem weer voor nu. Tot in de volgende video.